Ik weet wel wat voor soort mannen ze valt. Is dat ze best wel van grote courgettes houdt. Het moet een lantaarnpaal zijn. Een karamelstaaf. Nummer komt bekend voor. Heerlijk nummer. Ja, ik vind het een heel lekkere beat. Iets wat wij ook zelf zouden kunnen doen. Ja, toch? Precies. Ik zou dit wel in de auto kunnen opzetten. Dit wel. Of wij verliefd zijn? Ik wel. Nee. Ja, ik ben verliefd. Ja, man. Wij noemen dat lobby. Brinootje. Oh, ja, ik hou van die stem. Ja, nee, dit voel ik niet echt. Ja, ik zeg eerlijk, ik voel het wel, man. Ik voel me alsof ik in de 90's ben. Zeg die Michael Jackson vibe, jongen. Of niet? Ja? Zeg die Michael Jackson vibe. Ja, dan. Voor mijn gevoel is hij nu nog verder de tijd ingegaan. Het is een beetje Michael Jackson en de Cool and the Gang vibe. Nice. Ja, bro. Push out in there! 1, 2, 3, go! Oh, dear! Ik wou nog even dolles, ik ben net in die vibe, joh, bro. Ja, man. Ja, nee, ja, nee. Heerlijk. Opbouwnummer, reggae-achtig, dance. Ja, ja. Kijk, ja, dit is losgaan. Precies. Dit is waar aan het in de bal praten. Major League is. Ze domineren nu gewoon eigenlijk alle hitlijsten. Oh, Showtek is een Nederlander. Ja? Dit laat wel zien dat veel Nederlanders talent hebben, man. Faiz, die met Afrojack, ook al een Nederlander. Deze John Tarif, ook al een Nederlander. Showtek, ook al een Nederlander. Zo'n klein landje met, ja, zoveel, met zo'n groot bereik. Ik denk gemaakt. Ik denk ook gemaakt. Hij heeft gemaakt? Ik denk gekraakt, man. Ja? Ja, tuurlijk. Oh, dan heb ik het mis. Als ik in de auto zou zitten, zou ik dit niet opzetten, nee. Ik vind het dope. Klinkt spicy. Ik hou van alle soorten muziek, maar ik vind het echt... Als ik gewoon zo die eerste paar seconden al zo hoor... Wat dan ook van mannen vind. Ja. Ik weet wel wat voor soort mannen ze valt. Mannen zoals ik. Is dat ze best wel van grote courgettes houdt. Het moet een lantaarnpaal zijn. Een karamelstaaf. Nou.